twee verschillende soorten schildpadden gevangen, de Emadura en de Olitia. Dat zijn dan rivierschildpadden. Volgens mij zijn ze nu nog op zoek naar één schildpad, dan hebben ze allemaal. Net op het laatst hebben we dus voor een paar maanden terug hebben we eieren gevonden van die Olitia's, van de grootste schildpadden die we uit hebben gevangen. Daarvan zijn er dus nog 8 jongen uit het ei gekropen, maar die hebben dus achter de schermen zitten. Dus eigenlijk gaat alles gaat weg, wordt uitgeplaatst, maar we hebben toch nog weer op het laatst jongen weten te krijgen nog van ze. Okay, we hebben net hebben vogels uitgevangen hier uit de Magolval. Dat is eigenlijk altijd wel een hele grote klus. We hebben roodvleugelpartieten eruit gevangen en de koningspartieten. Het zijn hele snelle jongens en heel moeilijk moeten krijgen. Dus dat is echt met liefst met 8-9 man is het iedere keer de vogel opjagen. Kijken wie de langste adem heeft. Dus uiteindelijk hebben we wel alles gevangen. En er zaten ook nog zeilhagedissen in deze hol. Ja, we dachten eigenlijk, of de meesten dachten nog 2 stuks. Maar na goed zoeken en vangen zijn het er toch nog 4 geworden. Dus we worden ook altijd weer keer op keer verrast. Wat je dus weer aantreft in zo'n hal.